En ja, hele goedemorgen, welkom bij deze zaterdag. Ik wilde dit nog even laten zien, want ik heb eigenlijk dit nog helemaal niet laten zien volgens mij. Maar ons bed stond eerst op de grond. En nu staat het al een tijdje, ik ga wel dingetjes doen. Maar staat al een tijdje op klossen. De klossen pasten niet, omdat we zulke dingen hadden. Maar we hebben frisdrankkratjes van de winkel. En daar staat het bed op. Heb je even gedaan? In zijn eentje. Ik weet oprecht niet hoe hij dit in zijn eentje voor elkaar heeft gekregen. Maar hij heeft het gedaan. Dus dat. Ik ben net wakker gemaakt. Door die kleine. En door Jeff en door Vee. En Jeff die is het zwembad al. Of het, ja, bijvoorbeeld al aan het leeg pompen. Super goed. Oh ja, super slim zo. En oh ja, dit is de nieuwe situatie. Super normaal. Dus deze is alweer bijna leeg, helaas. Anouk zei al van, zul je net zien dat jullie dan net het bad hebben leeggemaakt. En dat dan in één keer de weeën komen. Maar ja, dat is dan maar zo. En ja, kun je er toch niet zoveel aan doen. Maar dat... Gaat hij goed? Dan gaan we zo even croissantjes eten. Hola, mijn dochter vraagt om pasta en zegt vervolgens baffies. Ik heb er wel zin in. Ik heb er nog tomatenstukjes bij gedaan. Gekregen van Jeff als middageten. Love it. En het bad is leeg. En de vee is erg geïnteresseerd. Hola, ik heb eten gemaakt. Noedelsoep. Ik kreeg een commentaar. Is dit soep of niet? Oh, dat is zo gemeen. Ik zei, oprechte vraag. Is het om met water te eten, zeg maar, dat het echt een soepje wordt? Of is het een bami goreng-achtig iets? Wat jij het zei, zei, ga maar eten. Ga maar eten. Heb je één stiekje voor vee? Je hebt zeker een stiekje voor vee. Kun je haar doen? Als jij stopt met vloggen, kan je haar ook doen. Ik ga haar wel doen, inderdaad. We gaan eten. Oh my god, we gaan niet stout doen. Ik ben eigenlijk geen voorstander echt van schermtijd. Maar ik merk dat ik steeds iets heel leuks wil doen met Vee nu we nog met z'n drietjes zijn. En we zaten in één keer te denken, of tenminste ik zat in één keer te denken van... ik wil iets wat geen energie kost, of weinig energie. En zij vindt het steeds leuk om filmpjes te kijken. Dus we hebben vandaag zoveel mogelijk geen filmpjes gekeken. En ik dacht, hoe leuk is het? Ik weet niet of ze er aan toe is. Maar om een Disney-film te kijken samen. Dus we gaan Lady in de Vagabond 2 kijken. Want ik denk dat dat de meest appropriate film is. Als je nog appropriate films hebt die niet eng zijn, laat ze in de reacties achter. Want ik vind bijvoorbeeld Bambi vind ik heftig. Dat die bos brandt en met haar moeder die overlijdt. Fico vegan. Ik vind Pinocchio heftig. Met die kermis en alle enge dingen. Carnaval. Ik vind Lion King heel mooi, maar ik vind het heftig dat Mufasa vermoord wordt. Spoiler. Oké, iedereen weet dit. Als je dit niet wist, ik hoop dat het leuk is onder je rots. Ja, ik zit even te denken. Ja, ik vind bijvoorbeeld Sneeuwwitje ook eng met die heks. Ik vind heel veel Disney films best spannend, zeg maar, voor kinderen. Nee. Dus we gaan Disney XD kopen of zo. Had je mijn telefoon al? Ja, maar ik heb het weer vast. Hé, hey, we zouden die openmaken als we allemaal op de bank zaten. Ja. Nog even wachten, hè? Ja, nog tot we allemaal er zijn. Van maak die open. Maar voor nee, ik zei we maken die open als iedereen op de bank zit. Even. Dus we hebben marshmallows. Okay. Vee zijn meteen al voor Vee. Die kent ze namelijk. En ja, ik ben even nodig. Oh my god, dat was echt heel schattig. Ja, film kijken. Ze heeft bijna de hele film volgehouden. Alleen de laatste 10-20 minuten haakt ze een beetje af. En ze vond de snoepjes heel leuk. En de chippies natuurlijk. We hebben niet alles gegeven van de zak. Want we dachten wel op een gegeven moment van ja. Oké, okay, ze bleef door eten van de marshmallows. Nee. Maar het was echt wel schattig om zo'n filmavondje met Vee te doen. Ze vond het helemaal leuk en zo. Het was ook echt voor het eerst dat we het echt... filmavondje deden, maar ze begreep het meteen. Ik zei meteen, filmpje kijken? Ze zei, ja, filmpje kijken. Ik zeg, ja, gaan we samen filmpje kijken? Samen filmpje kijken. Dat was zo schattig. En dus misschien dat we het, we gaan het niet elke dag doen, maar in ieder geval misschien nog een keer
Dat het een soort traditie uiteindelijk wordt of zo. Als jullie nog leuke Disney-films weten die kindvriendelijk zijn. Op zich, er was wel bijvoorbeeld een enge hond die dan toch genoeg kwam bij Lady in de Vagebond. Maar je houdt altijd wel enge dingen, denk ik. Maar ik vind sommige dingen, en zoals de dood en zo. Ja, ik heb toch zoiets van, moet dat nou per se nu al? Kijk, het hoort natuurlijk wel bij het leven. Maar ergens denk ik ook van, zolang je er nog niet mee geconfronteerd wordt. Ja, I don't know. Bijvoorbeeld Mufasa, die dan vermoord wordt. Ik vind dat toch net iets te heftig, denk ik nog. Voor een 2 jaar oud kindje. Maar ja, iedere ouder denkt er misschien weer anders over. Maar laat me vooral weten als je nog leuke films weet die soort van appropriate zijn in die zin. En ja, ik ben helemaal buiten adem. Ik ga in ieder geval vlogs editen. En dan bij deze de avond even afsluiten. Dus bedankt voor het kijken naar vanavond. En tenzij ik ga bevallen, maar dat is bijna elke avond, zal ik wel verder vloggen. En anders dan film ik morgen weer. Doei! En hier, hele goede dag. Welkom bij deze zondag. Ik ben vandaag uitgerekend. Ik heb vrij weinig genoeg gefilmd vandaag. We hebben vanochtend bananenbrood gegeten à la Jeffrey. Geheel zonder recept. Ik blijf het knap vinden hoe deze man bakt zonder recept. Maar het was best lekker. Zo'n beetje zacht nog van binnen. Ja, is oké. Okay. En als middageten had ik noedels in bad, zowaar. Gechilled eigenlijk. Nu hebben we Taco Bell. Yeah. Ja, gemaakt door deze mannen. Of een biekse. Dus in de winkel geweest. Ik vond het ook leuk om mezelf te zien zitten met een lekker boekje erbij. Lekker boekje in noedels. Ik heb nu sla, Taco Bell, shizzle, avocado. Ze moesten op. Goed excuus. Ik ga er jalapeno's bij doen, limoen, knoflooksausje. En nacho chips uit de oven, zijn die al klaar? Ja. Kunnen we die verkruimelen erover? Patatkruiden, mijn vrouw eet alleen maar mais. Dus ik vraag me af of wij die er nog bij krijgen. Maar dat wordt een verrassing. Ja, dat. Ik heb honger. Eten. En hier, hele goedemorgen. Welkom bij deze. Het is nog morgen. Bij deze maandag. We hebben vanochtend havermout gegeten. Toen vee. Weggebracht naar de gastouder. En eigenlijk Jeff ook naar het station. Om naar de trein te gaan naar kantoor. Maar ik kreeg onderweg een appje dat hij eventueel wel thuis mocht werken. Dat liet hij zich geen tweede keer zeggen. En ik vond het eigenlijk ook wel heel fijn. Ik merkte toch stiekem dat ik er een beetje tegenop keek. Dat hij naar kantoor ging. En dat ik dacht, als ik dan straks weeën heb misschien. Nou ja, ik vind het gewoon niet zo fijn dat hij dan niet thuis is. Dus ik vond het wel heel fijn dat hij thuis mocht werken. Super blij. Er zit wel bovenop zolder te werken. Ik heb risotto opgewarmd en een restje aubergine. Ik heb het gewoon allemaal door elkaar getiefd. Dus ik heb het opgewarmd. Ik ga even eten. Nog die feta creme erbij. Het is nu 10:50. Ik heb meestal rond 11:00 al zin in lunch. Ik wil straks nog een stukje opnemen voor mijn vorige vlog. Om nog even duidelijker uit te leggen hoe het ging met de bijna bevalling. En ik wil misschien vandaag zelfs een stukje Q&A met je even opnemen. Maar ik weet niet of je daar tijd voor heeft. Misschien in zijn lunchpauze. Ik weet niet of je daar ook zin in heeft. Vooral dat. Ik kan me voorstellen in zijn lunchpauze dat hij misschien ook gewoon rustig aan wil doen. Goed. Ik ga eten. Ik heb honger. Oh my god. Dit is toch leven. Echt. Love it. Hola! En toen had ik oorbellen in en zag ik er iets beter uit, maar ik weiger make-up op te doen. Ik heb gedoucht, want ik stonk. Dus ik dacht, het is beter voor de wereld als ik douche. TMI, maar ik wilde dit graag verdelen. Oké. Somewhere between het laatste risotto shot wat ik gefilmd had en vlogs editen en slapen, hebben Jeffrey en Jess mij overtuigd om uit eten te gaan. En ik had eigenlijk, to be honest, geen zin om uit eten te gaan. Want ik ben blijkbaar zo'n persoon geworden. Eigenlijk sinds corona. Ik vind het soms chiller om thuis te zijn. Maar goed, ik heb wel een keus. En tuurlijk vind ik het eigenlijk ook wel lekker. Dus we gaan sushi eten in een sushi restaurant. Met dit lekkere wijf. Hoi. Hoi.
En die andere Pieters, ik weet niet waar die... Die andere Pieters, Jess is geen Pieter. Die andere Madelon. Die, ik weet oprecht niet wat die jongen aan het doen is. Maar ik heb hem een paar keer geroepen en we moeten zoveel ophalen. Maar... Je ne sais pas what this guy is doing. Jeffrey! Je weet dat we over 2 minuten moeten gaan, ben je er? Ik ben bijna klaar, betekent niet over 2 minuten klaar. Nou, daar zijn we. En we hebben het poppetje opgehaald. En dat bedoel ik niet, Jess. En we gaan lekker eten. Ik had 1 kleine rugwee onderweg. Ik dacht, als de bevalling begint, don't do it now. Eerst eten in mijn buik. Kom maar door. Baby is wel moving als een malle. Maar ik wil eten. Ichiba. Zo Jeetso. Nou, super vee. Helemaal tevree. Het is echt zo goed altijd weer. Deze is van mij. Ik heb net al een tofu nigiri gehuurd. Die is van mij. In leven. Avocado maken. En je zal maar tekort komen. Ja. Vee is helemaal blij. Okay. Crazy, die is dus, vindt het dus geweldig om hier aan te drinken. Ik voel me altijd zo'n loederouder als ik haar dan met dat bierflesje zie. Uiteraard is dit alcoholvrij. Radar alcoholvrij. Nee. Ik zou natuurlijk niet drinken met alcohol. Maar het ziet er altijd wel een beetje gek uit. Nou ja. Oh, boekje. Hola. Nou, het was wel gezellig met het eten gaan. Ik wel echt in de spiegel en oh my god, mijn buik. Dit is echt pretty intense, if you ask me. Holy moly. Heb je ooit zo'n buik gezien? Echt, vroeger als ik dan dit soort jurken aan had, of strakke jurk, dan viel mijn kont op. En mijn kont is echt niks vergeleken met mijn buik. En mijn borsten lijken ook echt niks vergeleken. Echt bizar. Wat zo'n natuur kan. Ik kon ook echt moeilijk lopen. Ik had op een gegeven moment, ik zat en vol en ik was echt helemaal tonnetje rond, letterlijk. Je kan mij echt gewoon rollen inmiddels. Echt, ik vind het is net alsof ik een tweeling naar buiten heb. Holy moly. Anyhow, Jess is naar huis, die was ook gaar. En ik ben ook heel moe. Dus ik wacht even tot je vee in bed heeft gelegd. En dan ga ik gewoon denk ik direct naar bed in. Ik ben zo blij dat ik geen make-up heb gedaan. Ik zal nog eerst twijfelen, want Jess was lekker aan het vlieken. Dan zal ik ook make-up wel doen, zeg, geen zin. En we zouden eigenlijk vandaag het bad samen opruimen, voordat we vee gingen ophalen. Maar we gaan toch... Ik dacht, aangezien ik toch het eten ga, laten we nog staan. Nog een avond. En morgenavond gaan we avondeten bij mama. Dus dan laten we hem ook nog staan. En dan woensdag is Jeff thuis. Dus dan gaan we hem opruimen. Ja. Zullen we net zien dat ik woensdag of zo ga bevallen. Maar nou goed. Aan de ene kant denk ik, ja, hoe langer je wacht. Hoe langer je hem gewoon kan laten opstaan. Aan de andere kant denk ik, ja, hij staat wel echt in de weg. Je kan ze echt niet zo avond eten. We hebben het wel een paar keer gedaan daar dus. Maar we zitten echt met ons, ja, met ons gezicht naar de muur. Ik vind het echt ongezellig en rommelig staan. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een tijdelijke situatie. Maar goed, en ik ga deze even veranderen naar 0 weken. Al is het eigenlijk natuurlijk alsnog een mindfuck, want het kan alsnog 2 weken duren. Maar ja. Nou, we gaan het zo weer zien. Of ze vanavond wel of niet komt. Bedankt voor het kijken naar vandaag. En tot morgen. Doei!